Uit de grote verdrukking. Het eerste wat van die schara voor de troon wordt gezegd is, dat zij uit de grote verdrukking gekomen is. Geen wonder. Zij komt uit de strijdende kerk op aarde. Als Johannes die heerlijke schare zag, sprak een van de ouderlingen tot hem, zeggende, deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En Johannes antwoordt, Heere, gij weet het. Gij kunt het mij beter zeggen dan mijn gedachten het mij zegt. Nu, dat was ook zo. In de hemel weet men met onbedriegelijke zekerheid van waar een ziel komt. Vanuit de hemel wordt nauwkeurig acht geslagen op iedere strijder op aarde. Die in de hemel mag komen, zal ondervinden hoe men bekend daar is met geheel zijn inwendig en uitwendig leven op aarde. Ja, in de hemel weet men zeer goed wie en hoedanigen deze zijn, die bekleed zijn met lange witte klederen en die palmtakken hebben in hun handen en van waar ze zijn gekomen. Het antwoord van de ouderling is dan ook dadelijk. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Daarmee wordt niet bedoeld de verdrukking, het lijden, waaraan op deze aarde om de zonde willen allen, zowel bekeerden als onbekeerden, onderworpen zijn, maar bijzonder en in de eerste plaats wordt bedoeld de grote verdrukking, het smartelijk lijden, de benauwdheid, de vervolging om het geloof, die de gemeente des Heren op aarde heeft te verduren en die haar toppunt zal bereiken in het laatste der dagen, die naar de kentekenen in Gods woord voorspeld niet ver meer zijn, als Antichrist ten volle openbaar zal worden. Maar zij zijn er in de geschiedenis van Gods kerk op aarde tijden van grote druk en wederom tijden van betrekkelijke uitwendige rust. Niet één gaat de hemel binnen, van wie niet zal gezegd worden, deze is het, die uit de grote verdrukking is gekomen. Welke? Vele en velerlei. De eerste verdrukking, waaraan allen hebben verkeerd, die in de hemel zijn, er zullen komen, is zeker deze, van waar de belijdenis wordt gedaan in het psalmlied. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Het wee vanwege onze zonden is geheel onze zondige, jammerlijke toestand, als deze door ontdekkende genade aan ons bekend wordt en onze ogen geopend worden en wij gaan zien wat dat is, met een alwetende, rechtvaardige en heilige God te doen te hebben. Als de heiligheid Gods, die voor de zonde een verterend vuur is, en onze onheiligheid aan onze ziel wordt ontdekt, zodat het wordt, wee mij, ik verga, ik moet voor eeuwig wegvlieden, dan is het benauwdheid en droefenis, verdrukking en vrezen, totdat de Heilige Geest het oog opent voor ontfermende genade en de ziel in zonde en schuld verloren naar Golgotha gedreven, daar als antwoord op de kreet, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Het woord mag horen en aannemen. De zonden zijn u vergeven, om mijn naams willen, en uw ongerechtigheid is uitgedelgd als een nevel.
Nu is het met David geworden. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En met het eerste, Abba, Vader, zijn deze tranen gedroogd en is deze eerste verdrukking voorbij. Maar dan vangt een nieuwe verdrukking aan, een nieuwe smart die levenslang duurt en waaronder de ziel soms zo diep bedroefd kan worden, de smart over het blijvend, inwonend bederf, dat, ach, telkens weer tot ontrouw, tot afdwaling, tot zonde voert, waardoor het aangenomen kind zijn God en zaligmakend bedroeft en hem, die toch dierbaar aan de ziel is geworden, niet geeft de ere zijns naams. Van die drukkende smart horen we Paulus spreken als hij zegt, ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is en hem klagelijk doet uitroepen, ik, ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods? En nu, weet uw ziel reeds iets van deze dubbele verdrukking? Indien niet, ach, dan zijt ge nog midden in de doodstaat, waarin deze pijn niet wordt gevoeld. Maar zalig als uw ziel daarvan veel mag weten, want wie door genade met zichzelf en met de Heere Jezus is bekendgemaakt en een pelgrim naar de Godstad is geworden, die gaat met dat kruis op de schouders. Daar ginds, niet één de hemel in, die niet uit deze grote verdrukking gekomen is.